op zo'n technische of wetenschappelijke manier kijken naar je gevoel. Dat is wel heel erg gaaf eigenlijk. Ja. Ja? Je kijkt naar het scherm, een film. Je mag zelf kiezen, zelfs een film. En volgens is er een blauwe rand. En die kan je beeldscherm kleiner of groter maken. Je hebt verschillende golflengtes of verschillende frequenties van je hersenen. En elk frequentiegebied die heeft een bepaalde functie in je hersenen. En zo kan je eigenlijk je hersenen, je plasticiteit van je hersenen gebruiken om dat veld invloed te hebben op dat veld. Ja, dat is echt wel heel gaaf. Ja, iets wat zo abstract is dat je dat dan daadwerkelijk op een scherm kunt zien. Dat ook als je gedachten even afdwalen, dat je dan ziet, oh, er gaat een piek omhoog in mijn gedachtenactiviteit. Het is eigenlijk een gevecht met je eigen hersenen, want soms gaat het veld dicht en je hebt eigenlijk geen idee waarom het gebeurt. En dan denk je van, wat ga ik proberen? Ga ik juist heel erg focussen op de blauwe scherm, op de rand? Of ga ik juist even diep ademhalen en gewoon relaxen en zien wat er gebeurt? Als je net klaar bent en je hebt net een 5 minuten van de film gekeken. En je ziet, wat heeft in de laatste dan een grafiekje zien van al je hersensignalen. Dat je dan ziet van, oh ja, dat was dat moment en dan zie je de stress omlaag gaan of je focus omhoog gaan. Dus wat ik voor mij heb geleerd, wat ik voor mij dagelijkse toepassing bijvoorbeeld als ik in mijn lecture zit, is dat ik niet te veel moet focussen van, oké, wat gebeurt er nu? Want ik weet dat als ik dat ga doen, dat ik binnen de komende 10 seconden het toch weer kwijt ben. Maar gewoon iets meer op je af laten komen en iets vinden wat je interessant vindt. Ja, ik denk dat je daarmee ook juist, als je meer op je gevoel gaat leven, dat je ook wetenschappelijk veel meer kunt bereiken. Dat als je alleen maar denkt van, oh, we moeten nu dit voor elkaar krijgen. In plaats van denken, oké, we nemen de rust even voor. We kijken hier goed naar van een afstand. En dan gaan we nu kijken naar een oplossing. Ik denk dat je dan veel meer bereikt.